Om KMO's effectief te ondersteunen bij innovatieprojecten werd in 2007 door 11 werkgeversorganisaties, waaronder VOCA, Unizo en Boerenbond, het Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen opgericht. Het centrum wordt gefinancierd door het Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen, kortweg het IWT. Wel, wij begeleiden bedrijven op een proactieve manier bij hun innovatie. Wij stimuleren eigenlijk, wij gaan hen aanmoedigen om innovatie te gaan doen. En daarvoor hebben we een aantal tools die we ter beschikking hebben. Onze 5 adviseurs die gaan bedrijven gaan begeleiden via bijvoorbeeld een innovatieaudit, via een GPS, een brainstormmethode, of via een meer begeleiden van een subsidieaanvraag. Zo kunnen KMO's een beroep doen op het innovatiecentrum wanneer ze een objectieve expert zoeken om nieuwe projecten op poten te zetten. Dankzij een doorverwijzing van het centrum komt de KMO bij de juiste persoon terecht. Het vleesverwerkend bedrijf Vercaro uit Wetteren riep zo de hulp in van het innovatiecentrum. Zij zochten een onafhankelijke, objectieve expert om hun kwaliteit te optimaliseren. Dankzij het innovatiecentrum kwamen ze in contact met de Gentse professor De Smet en zijn team. Voor ons was het belangrijk om heel ons productieproces in kaart te brengen en volledig het productieproces stap voor stap de kwaliteit te gaan controleren en op die manier te borgen eigenlijk. En op die manier, de mensen van de universiteit zijn dan naar hier geweest. Ze hebben dan een heel plan opgesteld van onderzoeken die ze gingen uitvoeren. Dankzij het onderzoek van de universiteit werd de volledige productielijn geoptimaliseerd, van bij het kweken van de runderen tot het verpakken van het vlees. Maar het innovatiecentrum doet nog meer. Zo kan je als KMO gebruik maken van de innovatieaudit. Wel, de innovatieaudit gaat eigenlijk peilen naar de innovatiecapaciteit van een bedrijf. Dus wij gaan aan de hand van een 70-tal vragen kijken van hoe is dat bedrijf bezig met innovatie. Kijken op vlak van financiering, strategie, productontwikkeling enzovoort. En op basis van die audit gaan we dan een verbeterplan opstellen en dat voorleggen aan dat bedrijf, zodat het bedrijf zijn innovatiecapaciteit gaat verbeteren naar de toekomst toe. En dat is wat het farmaceutisch bedrijf Farm Advice in Mariakerke heeft gedaan. Drie jaar geleden hebben zij een bedrijfsinnovatiestrategie uitgestippeld met een fors investeringsbedrag. Daarom wilde het bedrijf nu graag een evaluatie maken van de huidige toestand. De innovatieaudit is eigenlijk een snelle doorlichting van het bedrijf. Door middel van een interview met de bedrijfsleiding. Het vraagt een halve dag, het is gratis en het vraagt ook niet echt een voorbereiding. Het resultaat van de audit is eigenlijk een rapport, een innovatierapport, waarbij een aantal praktische managementadviezen wordt gegeven en eigenlijk ook een aanzet tot een concreet actieplan. KMO's hebben vaak een tekort aan nieuwe productideeën. Het innovatiecentrum kan die bedrijven helpen met een GPS-tool, een brainstorm-methode die bedrijven helpt nieuwe productideeën te genereren op basis van een aantal trends. De firma WiseTechnic uit de buurt van Aalst, dat gespecialiseerd is in klimaattestapparatuur en warmtetechnologie, is alvast heel tevreden over de GPS-tool. We zijn daar 's morgens aan begonnen rond 9 uur en tegen de middag waren er 85 ideeën op werden er 85 ideeën op tafel gebracht. Dan opnieuw zijn de mensen van het innovatiecentrum in werking getreden. We zijn gezegd, oké, je moet dat beginnen opdelen en daar heel 4 concrete items uitnemen en die dan echt ook uitwerken. En dat is ook gelukt in 2007. Naast al die zaken begeleidt het innovatiecentrum ook nog KMO's bij subsidieaanvragen. Wel, wat wij gaan doen is dat bedrijf gaan begeleiden bij die aanvraag, te structureren, het idee goed te structureren en te maken dat hun idee of hun innovatie voldoende kans krijgt of optimale kans krijgt om steun te krijgen van de overheid.
Boomkwekerij Silva uit Waarschoot heeft op die manier al enkele innovatieve projecten kunnen realiseren. Ons bedrijf is een zeer arbeidsintensieve sector en de manuele handelingen proberen wij dan toch wel te automatiseren. Daarvoor hebben wij ook projecten ingediend die eerst uitgestippeld en waren door de adviseurs van het innovatiecentrum en dan ingediend bij het IWT. Het resultaat daarvan is dat wij dus al een paar projecten kunnen realiseren hebben met steun van het IWT, maar met het advies van het innovatiecentrum. Naast de gratis individuele benadering organiseert het innovatiecentrum ook infosessies en workshops rond specifieke technologieën of onderwerpen zoals financiering en intellectuele eigendom. Wie meer wil weten, weet dus waar naartoe.